Bent u wel eens opgelicht tijdens het kopen van tweedehands spullen op internet? Nooit. Want ik koop nooit spullen op internet. Nee, nog nooit. Nee. Nee, man. Sorry. Nee? Nee, nooit. Ik heb nooit echt dingen via internet gekocht. Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. Nee. Nee. Ik koop het. Ik doe het ook niet zo vaak. Ja, dat ben ik. Zeer recent nog. Ik heb via Marktplaats een kassasysteem voor mijn eigen tweedehandswinkel gekocht. En wel betaald en nooit ontvangen. En daardoor onbekend. Ja, alleen met kaartjes op Ticketswap. Dat wel. Ken je dat of niet? Dat ken ik. Ja, en om wat voor bedrag ging het dan? Ja, ligt eraan welk feest. Maar ja, vorig jaar met Decibel ken ik iemand sowieso. Dus dat was al rond de 80 euro. Dat is wel een flink bedrag. Waarom doet u dat niet? Ik heb daar geen vertrouwen in. Waarom niet? Nou, gewoon ja. Net die oplichting en zo, snap je, er gebeuren de laatste tijd gewoon heel veel vreemde dingen. En ja, daar behoed ik mezelf een beetje voor. Wat kunnen mensen nou doen om te zorgen dat ze dat kunnen voorkomen, dat ze niet meer opgelicht worden? Ja, ik denk in het geval Marktplaats kun je zien hoe lang iemand al handelt. En dan kunnen er positieve reacties staan. Ik denk dat als je een aantal positieve reacties hebt, dat het goed zit. Ik ga altijd zelf naar de winkel. Beter toch? Vrij weinig. Nee, ik heb geen idee. Ja, kijken of hun al een geschiedenis hebben op internet of zo. En ja, tenminste, dat doe ik altijd. En ja, we sturen ze meestal een bericht op Facebook van waarom verkoop je je kaartje. Dus ja, een beetje nagaan waarom ze het verkopen. En ja, of ze eerder dingen hebben verkocht, ja of nee. Maar ik zou hem niet over laten komen vanuit Marktplaats, bijvoorbeeld uit Zwolle. Een tweedehands babysitje. Dat doe ik dan niet. Dat lijkt me ook wel logisch, toch?